Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Wat heb ik te melden vandaag? Ik heb hier een aantal locomotieven liggen waar ik nog mee bezig ben. Wat op de plank liggen. Maar de belangrijkste wat ik eigenlijk wilde laten zien is, ik heb geprobeerd een nieuwe werkbank te maken. De verlichting is nu anders. Het is heel veel kleine ledjes in plaats van één grote lamp aan de zijkant. Ik heb nieuwe dingetjes zoals no clean soldeerspul om overtollig tin op te slurpen als het ware. En dat werkt zo leuk. Je houdt het zo tegen dit ding aan en je ziet hem vol lopen met soldeertin, waarbij je ook erg makkelijk voor als je dus een oude locomotief hebt zoals deze, waar er hier gewoon een klont soldeer onder zat die ook nog een kortsluiting gaf. Ik heb twee kleuren leds, maar daar ging het niet over. Oh ja, hier een heet luchtgeweer, zodat ik voortaan niet meer hoef te klooien met mijn soldeerbout om krimpkousjes te krimpen. En ook flux, no clean flux, dat is beter dan wat ik hier heb liggen. Ik heb ook een nieuw soldeertin alvast hierin zitten. Dit is nog de oude, dit is van gerecycled materiaal, dus dan ben ik dadelijk ook nog groen bezig. En ik heb mijn rails naar voren gehaald, zodat ik hoop dat ik meer hier ga werken, zodat het beter te zien is op de YouTube. Ja, en qua projecten. Ik probeer deze aan de gang te krijgen door de complete motor te reviseren en het loopwerk en alles wat kapot is te lijmen en dan wat te maken. Maar ik denk niet dat dat gaat lukken. Hij loopt gewoon heel stroef en ik weet nog niet helemaal waarom. Dus ik zou hem nog verder uit elkaar moeten gaan halen om erachter te komen. Dit is in feite de donor. Hier komen de onderdelen vandaan om dat ding aan de gang te krijgen. Want dit is weer zo'n typische rooibakkie, zoals je die wel vaker ziet. Wat deze hier doet, weet ik niet. Geen idee. Mist wat onderdelen. Mist wat tandwielen. Is wel een Fleischmann. Oh, en ja, die ligt wat ver weg. Ik heb een hele mooie grote stoomblok waar ik aan ga werken. En ja, twee kleurige leds. Rood-wit. Zodat ik wat makkelijker dit soort constructies kan maken voor als het maar op één lichtpunt uitkomt. Anders moet je hier echt wel heel creatief mee zijn. Ja. Ofwel, druk bezig. Ik ben ook net terug van vakantie. Ik hoop dat ik hier ver genoeg mee kom dat ik het ook online kan zetten. En als dat niet lukt, dan is dit het. En dan horen jullie vanzelf weer van mij op het moment dat ik iets af heb. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Oh ja, like, subscribe, deel en meer van dat soort dingen. Hoewel niet deze video, want deze gaat eigenlijk nergens over. Lichtjes.